Woensdag 30 maart reikte burgemeester Beenhakker de eerste groepsapp alarmsticker uit aan verschillende buurtcoördinatoren van buurtpreventieprojecten in Tiel. Deze sticker geeft aan dat het buurtpreventieproject gebruik maakt van WhatsApp om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties in de wijk. WhatsApp werkt snel en bij verdachte situaties kan meteen een grote groep mensen ingeseind worden. Verschillende buurtpreventieprojecten in de gemeente Tiel maken gebruik van zogenoemde signaleringsgroepen. Dit is een groep bewoners die WhatsApp gebruiken voor het melden van verdachte situaties. Nou, het is gewoon een sticker die aan je woning kan, op je woning of op een raam van je woning kan plakken. Die inhoudt dat men kan zien dat er een WhatsApp-club in de omgeving is. Het verbetert dat er mensen op je letten. WhatsApp is een heel makkelijk medium geworden tegenwoordig. Iedereen gebruikt het, het is gratis. En je kan met hele korte lijntjes kan je een heleboel mensen bereiken. Wij hebben van de 125 woningen zo'n goede 105 mensen die meedoen. Dus met één klein WhatsApp-zinnetje wordt iedereen bereikt. En dan kan iedereen opletten hoe het allemaal gaat. En daarvoor is die WhatsApp-sticker dat een potentiële inbreker probeert niet meer bij ons in de wijk in te breken. En zeker niet in de gemeente. Dat is het voornaamste. Uit een recent onderzoek van een student van de Universiteit van Tilburg is gebleken dat het gebruik en kenbaar maken van deze groepen heeft geleid tot een afname van het aantal woninginbraken.